Al Peter, vierde daar.
Je rolt op het podium. Op in de kriebel. Dat is goed, dat is niet waar. Dat is wel heel misschien. Jongens. Ik ben de eerste drumman. Oh ja. Goeie al, jongen. Goed bezig, Jan. Ja, ja, goed bezig, Jan. Je doet het allemaal pijn, Jan. Zit op je gezicht. Waar, Filip, jongen? Waar, Filip, jongen? Maar dat parcours met Riechtocks al. Chris, je wilt niet weten waar rondje dier rijdt. Nee. Die dier. Ik zie Ronnie juist daar rijden. Hé? Hey? Chris. Chris. Dames, en de tracteur hier is, beginnen we gewoon vandaag echt om nabas te pakken. Hè. En een paar man de bos in gewoon voor de 5:35. Dani? 5:40 achter neer, snel. Dat valt nog mee. Dat valt nog mee, hè? Jezus. Dat is niet de bedoeling. Hij durft een beetje door, joh, met alle dingen. Dani? Ja, we willen zo naar, even kijken. Dat is een echte hè? Hoog bij dat team, maar voor de kloof gedenken, Steven, dat gaat niet lang duren. Maar man, vind je het fijn? Ja. Hij was het avond waar ik heb gereden. Dat wil ik wel eens weten, want ik ben er een aan de klokken al, hè. Kom maar even pushen, joh. Ik heb geen 8 minuten, hè. Hier is 56, jong. Hold on.
Nog steeds, ja, een raadsel, zijn ze er of zijn ze er niet? Er zijn bij mij weten een twee. Dus dat wat betreft de geschiedenis, waar dat zijn. Laatste ronde voor Jorre Peter. En dat is het ook voor Peter Verstraeten. Ander Gardijn, laatste ronde. Derde man die dat mee ook is voor het podium, even tot bij. Mark Collins was op 4 op 5 rond. Laatste ronde is dat ook voor Stefan. Voor het laatste rondje van 8 minuten tot 30 is het Emil Verhoest voor Wouter Pijpers. En dan krijgen we Rick Heerop. Laatste ronde voor Stefan. Voor onze nieuweling Wout Pijpers. Overwinning. En we gaan hem verwelkomen met een applaus. Hij zal er dadelijk tevoorschijn gaan komen. Voilà, daar komt hij in die laatste 20 meters. Nico Chico Bergmaas, proficiat. Nico, weer al eens. En dan wordt er hier nog gestrikt voor de dichtere ereplaatsen. Brian de Graven. En ook einde wedstrijd voor Ferdi Gijbels. Oké, einde wedstrijd hier. En hartelijk bedankt aan Marijn Vermu om hier aanwezig te zijn. De man uit de Borstzelen. Kusten aan ken op bankstormen en het warm water en mijn ben. Siepe Cornelis, einde wedstrijd, de man uit Ravels. Danny Jansen, uit de kleine Vrogel hier, de thuisrijder van dienst. Een thermovision aan. We gaan na de wedstrijd onmiddellijk over tot de leading, wanneer dat de eerste drie hier de streep overschreden hebben. Dus wachten we nog op Peter Verstraeten, denk ik, en dan Ronny van Daal. We gaan dat dadelijk wel checken. Anouk van der. Oké, einde wedstrijd. Einde wedstrijd ook voor Stambot. En een dikke proficiat, zeker en vast.
voor Ilse mee in de wedstrijd hier. Peter Verstraeten, de nummer 2. Ook Peter de plaats. We gaan onmiddellijk huldigen wanneer dat de nummer 3 hier over de streep is gekomen. Een applaus hier, dames en heren. Ouderdomsdeken Hugo van de Vol. Doe jij nog de ronde? Oh, jij mag de ronde doen van mij, Hugo, maar stoppen is voor mij ook goed. De nummer 3 is hier Ronnie van Daal. Alsjeblieft, de man uit de lieve stilletjes aan naar het podium te gaan. Gebruik nog even de tijd. De wedstrijd hier voor Mark Koddens. Uit het pompoenen, grote pompoenen die men uitholt. Men neemt dan plaats in de pompoen en dan een roeispaan. En dan moet je daar maar eens naartoe gaan. Ook einde wedstrijd Ronnie de Vries met een prachtig toe naar Peters te gaan. Lisander Gardin, hier ook einde wedstrijd. Ook einde wedstrijd Emil Verhulst. En dan dacht ik dat dat de eerste nieuweling was. Ook Stefan Huibrechts uit Peer over de streep komend. En dat geldt ook voor Tom Bertels. Nog wat aan het losrijden is een toptalent in wording. Houd de man in het oog. Eerst van deze einde wedstrijd. Ook voor Fred Bolle. Hier ook richting het podium misschien kan komen. Kunnen we ook de rilletjes aan naar het podium. En dan gaan we ook voor jullie het